Ja, ik zit een beetje in een lastig pakket. Want, mijn probleem was altijd dat ik in dit soort bijeenkomsten in een half uur nooit genoeg tijd had om het hele verhaal te vertellen. Toen ben ik een boek gaan schrijven. Toen ben ik een boek gaan schrijven, die is af. En nu mag ik in een half uur proberen daar wat over te zeggen. Dus dat is lastig. Ik wil twee dingen eigenlijk doen, misschien drie, ligt aan de tijd. Eén is het te hebben over islamofobie en andere vormen van racisme en hoe dat een rol speelt. Ten tweede het een beetje te hebben over de theorie van fascisme, de rol van complotdenken en antisemitisme daarbinnen. Nou, te beginnen met het eerste. Er is een hoop te doen geweest de afgelopen weken met nou ja, een aantal aanvallen op islamitische publieke figuren. Emine Onkur, columniste bij Trouw. Kautar Bouchalit, die werd aangevallen, GroenLinks parlementariër. Kregen te maken met een golf van haat, eigenlijk op basis of als reactie op volgens mij totaal onbetwistbare uitspraken die zij deden. Of uitspraken die niet controversieel zouden moeten zijn. En dus Emine Uğur zei in feite nou ja, niks anders dan dat islamofobie bestaat en een issue is, al 20 jaar, sinds Fortuyn. En Kautar die zei dat Fortuyn een fascist was, of een racist was, en dat de opkomst van Fortuyn en de moord en nou ja, die hele periode die we denk ik voor een deel nog wel kennen, dat dat heel traumatiserend is geweest voor haar als jonge moslima. Uğur werd onmiddellijk gratuit voor antisemiet uitgemaakt, nota bene door iemand die zelf graag aanpapt met allerlei rechtsextremisten en antisemieten. Kautar die werd beticht van het rechtvaardigen of het goed praten van moord. En ze zou natuurlijk een heimelijke islamist zijn, want dat was al eens door een of andere complotdenker bedacht zo. Nou, ik denk dat het trauma van de opkomst van Fortuyn niet betwistbaar is. Gewoon iedereen die in die periode politiek actief was, islamitische mensen kende, die weet dat. Weet je, door Martijn de Koning is er onderzoek gedaan onder moslims in die tijd in Gouda. En daar zag je gewoon dat een heleboel jonge moslims ineens het idee hadden van, oh, we zijn een andere groep, worden we gedeporteerd? Dat soort ideeën speelden. Goed. Zo snel ging het niet, hè, dat er meteen gedeporteerd werd. Maar inmiddels zijn we 20 jaar later en worden dat soort dingen wel publiek geroepen. Hè. Dus we hebben Fredrik Jansen die een paar maanden geleden met een betoog kwam in de Tweede Kamer. Die zei dat er naar zijn tellingen 4 miljoen niet-witte mensen in Nederland zijn en dat die gedeporteerd zouden moeten worden. FVD bepleit een actieve remigratiepolitiek, zoals ze dat noemen. Onder andere presenteren ze dat als een oplossing voor het woningvraagstuk. Dus echt het idee van we gaan mensen uit hun huizen halen, deporteren en vervolgens die woningen verdelen over Nederlanders. Nou, ik denk dat de historische parallellen duidelijk zijn. En eerder heeft Baudet ook dus het Madagaskarplan verwezen naar het Madagaskarplan als een soort van oplossing voor migranten. Nou, het Madagaskarplan, zoals jullie misschien weten, is een plan dat door de nazi's werd bedacht. Stond in het kader van de zogenaamde territoriale oplossing voor het Joodse vraagstuk. En het idee was om Joden te deporteren naar Madagaskar, zonder dat daar de mogelijkheden waren om te overleven en zo. Nou ja, daar zijn ze van afgestapt. En toen kwam de vernietigingsoorlog aan het Oostfront en Auschwitz. Wat dit soort aanvallen laat zien en wat het betekent, zijn denk ik twee dingen. Eén, gaat het over een georganiseerde intimidatiecampagne om een hele groep mensen het zwijgen op te leggen en überhaupt het bespreken van zaken als islamofobie
onmogelijk te maken. Maar ten tweede ook zit er een heleboel projectie in. Het idee is dat wat een Kautar of wat een Emine zegt, dat dat niet relevant is. Hè? Hoe zij, wat zij opschrijven, wat zij persoonlijk vinden. De opvatting is dat de fascisten zelf mogen bepalen wat zij vertegenwoordigen. En dat kunnen dat dus ook gewoon zonder enige onderbouwing verder gewoon overschreven. En ik denk dat dat, nou, zeker als je kijkt op Twitter, is dat behoorlijk succesvol. En zeker, nou, Twitter is echt wel een natuurlijke sfeer waar extreemrechts al heel lang dominant is. Dat is gelukkig nog niet overal het geval. Maar het gebeurt wel. Wat daar onder andere achter zit, is gewoon het idee van moslims zijn een vertegenwoordiger van de islam. Van een hele groep mensen. Individuele eigenschappen doen er niet toe. De toegeschreven groepskenmerken kunnen synoniem worden gezien voor de eigenschappen van individu. Karel Luger, dat was de antisemitische burgemeester van Wenen, zo rond de eeuwwisseling, die zei: wat een Jood is, dat bepaal ik. En op dezelfde manier bepalen nu de antisemieten wat een cultuurmarxist is en de islamofoben wat een moslim is. Ik denk dat die een van de dingen waar wij in het geval van Emine heel erg op in werd gehakt, was dus het idee dat zij vergelijking maakte tussen de positie van Joden en moslims in Nederland. En op die basis werd ze min of meer voor een antisemiet uitgemaakt. Ik denk wel dat het terecht is dat zij die vergelijking maakte. Het is een beetje een redenering die we vaak terug horen, zo van verander het woord moslim voor Jood en dan zul je zien dat het wel degelijk racistisch is of zoiets. Nou ja, dat is op zich een argument dat heel veel is gebruikt, best wel terecht. Maar ik denk dat we moeten uitkijken om dat te veel te doen, gewoon omdat we ook zien dat antisemitisme gewoon in het kielzog gewoon weer helemaal terug aan het komen is. Dat heeft volgens mij te maken met het feit dat islamofobie als een breekijzer is ingezet om rassenpolitiek als zodanig terug te krijgen. Dus in het kielzog daarvan hebben we dus allerlei rassengeleerden zien terugkeren en ook islam of antisemitisme zien terugkeren. Dat gezegd hebben, het zijn er hele belangrijke overeenkomsten. De eerste die ik wil noemen, en dat is iets wat trouwens door Edward Said ook wordt opgemerkt in Orientalism, dat antisemitisme en islamofobie in feite een gemeenschappelijke achtergrond hebben. Een element daarin is dat antisemitisme net zo goed allerlei mensen trof die helemaal geen Jood waren, maar gewoon Jood werden genoemd. Clara Zetkin is daar een voorbeeld van, die had een Joodse achternaam, werd gewoon als Jood geprojecteerd. Op dezelfde manier zie je dat islamofobie ook mensen treft die er toevallig als een moslim uitzien of iets dergelijks. Je ziet ook dat bijvoorbeeld Martin Bosma beweert dat het afschaffen van Zwarte Piet, dat een stap in de islamisering zou zijn. Of dat migratie uit Afrika, wat een overwegend christelijk continent is, dat ook een vorm van islamisering zou zijn. Opnieuw, hebben we hier een moslim is, dat bepalen de racisten wel. Dus dat is één element. En ik denk een algemene eigenschap van racisme, dat het racisme tegen de ene groep heel makkelijk zich verbindt met andere vormen van racisme en overloopt. Wat ook logisch is, omdat de racisten een racistisch wereldbeeld hebben. Tweede belangrijke overeenkomst is denk ik de plaats van wat dan religiekritiek wordt genoemd. Dat was voor een deel, dat was geen echte religiekritiek, maar dat was een wezenlijk onderdeel van de antisemitische literatuur. Het is niet zo dat wat de nazi's zeiden over de Talmud, dat minder racistisch was of dat eigenlijk een soort van wetenschappelijke niche was of iets dergelijks. Hè. Dus een van de dingen waar ik naar verwijs is het boekje van Alfred Rosenberg, de nazi-ideoloog. Die schreef in 1921 een boek dat heette Unmoral in Talmud, zondige Talmud, zoiets. Waarin hij onder meer zegt: men zal te vergeefs zoeken naar wat wij onder religie verstaan. Maar wel was de Talmud volgens Rosenberg het meest onethische werk dat de mensheid ooit had voortgebracht.
zou het handelen van de Joden volledig bepalen. Wat hij ervan zei was, het is eigenlijk alleen een moreel uithangbord dat de Joodse weg naar de macht via leugens, misleiding, verraad en sluipmoord moest verbergen. Met andere woorden, de religiekritiek van de nazi's kwam erop neer dat het Jodendom helemaal geen religie was, maar een totalitaire ideologie of iets dergelijks. Ik denk dat je hetzelfde kunt zeggen over de islamofobe religiekritiek, die helemaal niet ingaat op, zeg maar, de echte theologische discussies, maar gewoon projecteert daarop. En religiekritiek, of hoe het wordt genoemd, was dus een integraal onderdeel van het racialiseringsproces van de Joden. Hè? Het proces waarin zij neer werden gezet en maatschappelijk ook behandeld gingen worden als een aparte groep. Extreemrechts heeft iets vergelijkbaars geprobeerd in een eerdere fase met een begrip takiyye. Dat is een obscuur begrip uit de Sjiitische islam. Wat gaat over dat moslims in bepaalde omstandigheden mogen ontkennen dat ze gelovig zijn, als dat betekent dat ze anders vervolgd worden op basis van hun geloof. Dat soort dingen gebeurden met christenen ook. Bijvoorbeeld, hè, je bent in principe, is het zondig om te liegen. Nou ja, dat begrip is een hele, met name door Geenstijl en zo, een eerdere fase van de islamofobe campagne ingezet om eigenlijk te zeggen van, wat een moslim zegt kun je totaal negeren. En wat een moslim is, dat moet je horen van de racisten. Dus dit is onderdeel van de facto een onmenselijking. Hè. De individuele eigenschappen doen er niet meer toe. Is wel één verschil wat denk ik best wel belangrijk is, en dat is dat je kunt niet over elke etnische groep dezelfde leugens vertellen. En dat is de reden waarom antisemitisme ook nu nog blijft voortduren. En je ziet dus ook dat, dat antisemitisme zich koppelt aan allerlei andere doelgroepen, of groepen die in het vizier worden genomen door de fascisten in die zin. Dus het omvolkingscomplot bijvoorbeeld. Hè. Het is niet alleen maar dat moslims een soort invasieleger zouden vormen dat Europa wil overnemen of iets dergelijks. Nee, daar zit ook een Joods complot achter van mensen die dat hebben voorbereid en die daar eigenlijk over hebben nagedacht. Dus de inferieure moslims zijn eigenlijk de pion en het heimelijke soort van Joodse complot, dat zijn de poppenspelers daarachter. Op een bepaalde manier zie je dat ook terug bijvoorbeeld in de hele transfobe discussie. Een hoop transfoben die zeggen van de translobby is bezig om op scholen kinderen te vergiftigen met genderideologie. Ja, dan is totaal de vraag, waar haalt die zogenaamde translobby dan de macht vandaan? Hè? Transmensen zijn ongeveer de zwakste groep in de Nederlandse samenleving. Ja. Als je dan gaat kijken naar wat schrijven de complotdenkers erover uit de transfobe hoek, dan kom je weer bij de rijke Joden terecht. Nou, dat brengt ons denk ik een beetje op het tweede punt. Dat is, hoe moeten we fascisme precies begrijpen? Want ik denk dat antisemitisme en islamofobie daar een belangrijke rol in spelen. Mijn algemene stelling is dat hedendaags nieuw rechts en in het bijzonder Forum voor Democratie als een neofascisme moeten klassificeren in die zin dat het wezenlijk niet verschilt van het klassieke fascisme, maar zich wel aanpast aan de tijd waarin we nu zitten. Dus de verschillen zijn niet per definitie onbelangrijk, maar ze zijn van secundaire aard. En een van de consequenties daarvan is volgens mij dat je dus een theorie nodig hebt die beide fenomenen kan verklaren. Nou ja, dan is een beetje het probleem dat eigenlijk maar heel weinig gebeurt. Ik denk dat de discussie in Nederland als het gaat om fascisme, zowel het oude fascisme als het hedendaagse fascisme, heel problematisch is. Dus je ziet aan de ene kant meer vanuit links academia mensen zoals Schinkel en Marijn Oudeamsen, die eigenlijk allebei het probleem op een andere manier ontkennen. Oudeamsen die zegt, nieuw rechts, dat is eigenlijk een conservatieve stroming die tussen
de PvdA en Thierry Baudet in zit, wat volgens mij een heel problematische onderschatting van extreem rechts is. Schinkel die vliegt nog verder de bocht uit en die zegt alles van GroenLinks tot en met FVD is fascisme en er is geen enkel wezenlijk verschil meer tussen. Ik denk dat dat überhaupt geen analyse is, dat het gewoon een soort van stelling en een veronderstelling dat er überhaupt niks te begrijpen valt. Dan zijn er theoretici die zich beroepen op de zogenaamde fascism studies. Dat is een stroming die denkt fascisme te kunnen begrijpen op basis van ideologie. Iko Mali is daar een voorbeeld van. Er zijn een aantal mensen die in die traditie staan. Ik denk dat dat wezenlijk problematisch is, omdat fascisme ook historisch gezien niet op basis van ideologie alleen kan worden afgescheiden van andere stromingen. Dus als je kijkt naar de verhouding tussen de Deutsche Nationale Volkspartij, een neoconservatieve partij, heel erg fel antidemocratisch, heel fel antisemitisch, bijna niet te onderscheiden van de nazi-partij, maar toch een heel ander vehikel. En dat zie je bijvoorbeeld in de Von Papen-dictatuur. Dat was geen fascistische dictatuur. Dat was een poging om niet te hoeven grijpen naar het fascisme. Nou, dan is er de marxistische analyse die ik persoonlijk wat aantrekkelijker vind, die is het zal jullie niet verbazen. Die is door Clara Zetkin is eigenlijk de eerste geweest die daar serieus mee begonnen. Dat is later in de jaren 30 verder uitgewerkt door Trotsky. Ik denk alleen, dat is een belangrijke theorie, en ik denk alleen dat het probleem daarmee is, niet zozeer met de theorie zelf, maar dat die vaak veel te mechanisch wordt opgevat en te ondialectisch wordt opgevat. En ik denk, twee dingen zijn daarin volgens mij van belang. Ten eerste, fascisme is een historisch fenomeen, zowel in de zin dat het ontstaat in een bredere context, als in de zin dat het een ontwikkeling doormaakt. Dat is punt één. En punt twee, je kunt de verschillende fascisme als beweging vormt een bepaalde eenheid. Dus je kan het niet reduceren tot één van de elementen. En in een marxistische wereld of zo, socialistische wereld, is er wel de neiging om dat te doen en om te zeggen van knokploegen, dat is eigenlijk de conditio sine qua non van het fascisme. Zijn er knokploegen, is het fascisme. Zijn er geen knokploegen, dan is het geen fascisme. Maar ook dat is volgens mij een lastig onderscheid op zichzelf. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de Stahlhelm, de paramilitaire tak min of meer van de Deutsche Nationale Volkspartij. Weer heel antisemitisch, gewelddadig, knokploegen, et cetera, et cetera. Maar niet per se, denk ik, een fascistische beweging. Dus wat Zetkin en Trotsky eigenlijk zeiden over fascisme, met name Trotsky, denk ik, die was wat ronder in zijn analyse, kon ook een ontwikkelder fascisme analyseren. Maar die zeggen in feite, fascisme is een kleinburgerlijke massabeweging die als doel heeft om links als geheel kapot te slaan. Dus echt de linkse beweging. Tot en met de sociaaldemocratie, maar ook tot en met het niveau van sportverenigingen op buurtniveau, echt tot in de haarvaten van de samenleving. En dus ook onmogelijk te maken dat er nieuwe initiatieven heel snel zouden kunnen ontstaan. En dat is dus wat de fascisten ook deden. Hè. Er zaten op een gegeven moment 130.000 communisten, geloof ik, in de kampen. En de arbeidsbeweging werd echt helemaal vernietigd. Het is dus een beweging die niet direct wordt aangestuurd door het grote kapitaal of door de Unilevers en de Shells of zelfs door de Krups, maar door de middenlaag van kleine ondernemers, kruideniers, weet ik wel, in die tijd ook witte bordenpersoneel, leerkrachten, dat allemaal. Trotsky die schrijft daar onder meer over. Op de brandstapels waarop de goddeloze literatuur van het marxisme brandt, werpen een helder licht op de klasseaard van het nationaalsocialisme. Zolang de nazi's als een partij optraden en niet als een staatsmacht, konden zij vrijwel geen ingang vinden bij de arbeidersklasse. Anderzijds zag de grote bourgeoisie ook die delen die Hitler met geld ondersteunde hen niet als haar partij. De nationale renaissance steunde volledig op de middenklasse, het meest achtergebleven deel van de natie, de zware ballast van de geschiedenis. De politieke kunst bestond erin om de kleinburgerij door vijandigheid jegens het proletariaat samen te smelten.
Wat moest er gebeuren om alles beter te maken? Allereerst moet iedereen die lager is vertrapt worden. Machteloos tegenover de grote economische machten hoopte de kleine burgerij om haar maatschappelijke gewaardigheid te herstellen door de arbeidersorganisaties te vernietigen. Waar het mij om gaat is hier de politieke kunst. Het is niet genoeg om een groep mensen te hebben die in de problemen zit, die het gevoel heeft van we hebben last van vakbonden, we kunnen niet te eten krijgen, we hebben last van grote bedrijven, et cetera. Voordat dat een fascistische beweging wordt, moet dat gevormd worden op een bepaalde manier. En ik denk dat precies daar ideologie een heel belangrijke rol speelt. Als het gaat om de fascistische ideologie, is er denk ik een heel centraal... Een centrale soort van drieslag die zij maken. In de eerste plaats veronderstellen ze dat er ooit een harmonische toestand was waarin iedereen tot zijn recht kwam. Er was geen tweespleit en al dat soort dingen. Toen kwam het Joodse marxisme of de externe aanval. En die heeft alle problemen veroorzaakt. En het enige wat ons nog rest is een soort van wanhoopstrijd proberen te voeren tegen die overheersing met veel geweld om een soort van toch nog iets te proberen te redden. Maar in die strijd maakt het volk een wedergeboorte krijgt het een nieuwe eenheid en zal het boven zichzelf uitreizen. Zoiets. Dat is een beetje de fantasie van het fascisme, de centrale complottheorie. Dat wordt aangekleed met een heleboel kleinere complottheorieën eromheen. Dus je had bijvoorbeeld de Dolchstoss-legende, het idee dat Duitsland niet de Eerste Wereldoorlog verloor, maar dat ze waren verraden van binnenuit. Het vergelijkbaar zie je nu met de coronabeweging, die het heeft dan over de coronacriminelen die ooit voor een tribunaal zullen gaan komen. Maar wat er gebeurt is dat alle problemen van het systeem worden toegeschreven aan een externe vijand. En de vernietiging van die vijand wordt dus de oplossing voor alle problemen. En op die manier wordt het soort van magische oplossing die het fascisme voorstaat, wordt aannemelijk. Ik denk dat dat een belangrijk inzicht is, bijvoorbeeld van Sartre, die benadrukt dat die ik zal hem niet citeren, want dat kost veel tijd, maar zegt bijvoorbeeld van op het moment dat je de Jood als een dief neerzet, dan stel je jezelf eigenlijk in de positie van iemand die bestolen kan worden. En als de Jood Frankrijk van ons heeft afgenomen, dan betekent dat Frankrijk eigenlijk aan ons toe behoort. En op die manier eigenlijk zie je dat dat angstbeeld van de Jood eigenlijk de fascistische utopie een soort van redelijk moet laten lijken. Dus antisemitisme is wat dat betreft een soort van bindmiddel. En nu zie je dat min of meer terug in de cultuurmarxisme-theorie. Dat is een beetje een van de vormen waarin het nu naar voren komt. Maar dat, ook dat linkt eigenlijk een raciale ander, met name moslims, maar net zo makkelijk Afrikanen of andere groepen migranten, aan zowel een linkse elite als ook het hele soort van democratisch bestel. Dus het probleem is niet alleen maar dat links bestaat, maar ook dat links zich vrijheid van meningsuiting heeft, zich mag organiseren, er mag zijn, mee mag doen met verkiezingen. Dus dat vormt één groot geheel waartegen het echte volk dan weerloos is. En op die manier kunnen ze zich een soort van slachtofferrol aanmeten, wat een beginpunt kan worden voor een soort van strijd tegen die imaginaire linkse overheersing, die dan vervolgens vervangen moet worden door fascisten. Juist omdat die fascistische ideologie... Was dus zowel een manier om die fascistische beweging te mobiliseren, als ook een manier om fascistisch optreden te legitimeren. En om die reden zei Hitler ook zelf, die switchte een beetje van strategie naar de bierkellerputsch en stelde toen eigenlijk, kwam tot de conclusie van oké, tegenover de machthebbers gaat het niet lukken, alleen maar met instemming van de machthebbers. En is toen propaganda veel centraler gaan stellen. En kwam ook steeds vaker in problemen met de SA, die wel degelijk nodig had, maar wat toch ook een soort van onberekenbaar en lastig element was.
Bovendien was Hitler al geholpen door het feit dat er een hele basis al was gelegd door decennia van antisemitische propaganda daarvoor. Er is heel weinig aandacht voor. Maar de historicus Peter Pulitzer, die heeft een boek geschreven over antisemitisme, die zegt heel mooi, er is eigenlijk geen enkel argument of punt of talking point of wat dan ook van van de antisemieten na 1918, dat niet al veel eerder was gemaakt in de decennia daarvoor. Ze hebben eigenlijk niks, de nazi's hebben niks toegevoegd en ook die beweging daaromheen niet. Dus die basis is al gelegd. Wat er bovendien achter zit, achter dat hele angstbeeld, is dat er een soort van... er is altijd de veronderstelling dat het altijd 5 voor 12 is voordat we nog wat kunnen doen. Dus Frederik Jansen die beweert bijvoorbeeld van, wij zijn de laatste generatie die nog contact heeft met onze oude wortels. En de generatie na ons, die weet dat niet meer. En dan is Nederland voor altijd verloren. Nou ja, dat is al 150 jaar het geval dat het bijna op instorten staat. Allemaal als het fascisme, nou ja, als het kapitalisme nog langer blijft doorbestaan, dan zullen ze dat blijven zeggen de komende 150 jaar. Maar de logica van die ideologie zet ook heel erg aan tot heel direct geweld. Elke vorm van agressie is onmiddellijk een vorm van zelfverdediging tegen een soort van overheersing, et cetera. En wat je daar in deze tijd van aan ziet, en ik denk dat je dat kunt terugzien in een eerdere periode in de geschiedenis, is dat je een soort van doe-het-zelf-fascisme krijgt. Dus mensen die onder invloed staan van fascistische retoriek, die zich min of meer spontaan gaan gedragen als fascisten. Ofwel individueel, ofwel eens in groepsverband. Een van de dingen waar je dat heel erg ziet, is in het nu het jaarlijkse geweld tegen Zwarte Piet demonstranten, anti-Zwarte Piet demonstranten. In het bijzonder denk ik de hooligan groepen, voetbalgroepen, voetbalhooligans die verschillende plaatsen demonstranten aanvielen, maar ook in de corona-ontkennersbeweging ineens opkwamen. Ook bij de rellen, de avondklokrellen ineens om de hoek kwamen kijken. Voor wat betreft die, avondklokrellen was dat denk ik heel gevaarlijk, omdat in de eerste dagen van die rellen waren het vooral rechtsextremisten, corona-ontkenners die gingen rellen. Dat sloeg op een gegeven moment over, ook naar volkswijken, waar een hoop migrantenjongeren ook begonnen te rellen. Op dat punt zag je juist in een heleboel steden dat diezelfde groepen voetbalhooligans ineens naar de politie gingen en zeiden van, wij zullen wel eventjes orde op zaken stellen, we knuppelen die jongens wel even van de straat af. In Alkmaar, waar Emiel Roemer, onze goede vriend, burgemeester was, hebben die gasten, mochten ze samen met de politie 2 nachten lang door de straten patrouilleren, scanderen, et cetera, et cetera. Nou ja, dat is dus echt beginnetjes van fascisme. En echt zo'n meute, dat is gewoon een fascistische meute, ondanks dat ze nog niet georganiseerd zijn als een fascistische groep. En ondanks dat de relatie tussen de propagandisten en de knokploegen er nog één is die niet helemaal organisatorisch in elkaar geschoven is. Sterker nog, het feit dat er een relatieve autonomie tussen die delen bestaat, dat helpt juist om te doen alsof dat allemaal heel diffuus is. En dan kunnen de propagandisten bijvoorbeeld zeggen, ja, maar ja, dit is ook wat je krijgt als je het allemaal uit de spuigaten laat lopen. Laat ons het nou op een nette manier oplossen, weet je wel. Dan krijg je dat soort gedoe. Het punt waar we nu een beetje op zitten is dat we in de afgelopen 20 jaar, er is een enorme ideologische basis gelegd. Er is een electoraat ontstaan dat extreemrechts stemt. Er is nu echt een fascistische partij aan het ontstaan in de vorm van FVD. Ik denk ik probeer dat in het boek wat preciezer aan te tonen. Maar ik denk dat je heel één op één kunt zien dat ze zich daar heel direct op beroepen. En op dit moment zien we met de corona-ontkennersbeweging heb je echt een groep mensen gekregen, dat daarvoor eigenlijk al de boeren, maar dat je groepen mensen had, kleine ondernemers, et cetera, die vatbaar werden voor fascistische ideologie en die daar voor de straat op gaan. Dat er echt een soort van fascisten, ik zou zeggen, er is een extreemrechtse massabeweging ontstaan met daarin fascistische dominantie. En dat is super gevaarlijk, want vroeg of laat wordt dat gewoon echt georganiseerd tegen ons ingezet en tegen
elke minderheidsgroep die je maar kan bedenken. Dus de fysieke dreiging neemt steeds meer toe. En ik denk dat is de kern van wat antifascisme volgens mij moet zijn, is de fysieke dreiging van het fascisme weerstaan. En ik denk dat nu een van de eerste opgaven is. En daarbinnen is solidariteit en onvoorwaardelijke solidariteit is super belangrijk. Dus tussen verschillende delen van links, tussen verschillende groepen, tussen elke verschillende minderheidsgroep die wordt aangevallen. Omdat wat de fascisten telkens doen, in de geschiedenis en nu ook, is zwakke tegenstanders kiezen die relatief geïsoleerd zijn. Ze pakken trans mensen, pakken vaak vrouwen. Dus om die tactiek te dwarsbomen moeten we onvoorwaardelijk voor elkaar opkomen. En het feit dat er op een antifascisme-protest in Utrecht een aantal weken geleden groepen antifascisten waren die juist GroenLinksers gingen belagen. Zeiden, ja, jullie zijn eigenlijk fascist of zo. Ja, dat is echt dat soort shit. Dat is waanzin, daar moeten we vanaf. Dat is denk ik een eerste belangrijk punt. Ten tweede moeten we wel ook begrijpen dat de basis voor het fascisme, voor de heropleving voor het fascisme, is gelegd door het hele neoliberale offensief. Het gebruik van racisme, seksisme, homofobie door de gevestigde partijen. Dus de totale passiviteit, de zwakte van links. Hè. Er zijn structurele problemen die daaraan ten grondslag liggen. En die moeten we dus ook structureel gaan oplossen. Dat veronderstelt de heropbouw in feite van de linkse beweging. Want als je kijkt naar GroenLinks en PvdA, die zijn vooral bezig om de bek te houden over fascisme. Klaver kwam niet eens op voor Kautar, wat volgens mij een schande is. Nou, de SP die probeert gewoon achter de fascisten aan te hobbelen op dit punt, denk ik dat je wel kan zeggen. Dus we hebben een heel links nodig dat ook echt in de breedte een antwoord biedt. Om af te sluiten, denk ik dat hoewel het antifascisme niet voldoende is, het is zowel een lakmoesproef als iets dat ons dwingt tot een aantal dingen die ik al heb genoemd. Hè. Onvoorwaardelijke solidariteit, ik denk een principiële houding, ik denk vertrouwen in eigen kracht en niet op de staat. Want als je gewoon kijkt naar de geschiedenis, de politie is niet echt een betrouwbare bondgenoot tegen de fascisten. Ik denk systeemkritiek is heel belangrijk. Juist omdat de fascisten elk probleem met het systeem afschuiven op een complot, is echt een systeemkritieke manier om ze te ontmaskeren. Dat zijn allemaal ingrediënten die volgens mij noodzakelijk worden om effectief terug te vechten tegen het fascisme en tegelijkertijd ook noodzakelijk zijn om een nieuw links in de breedte op te bouwen. Dus ik denk in die zin dat het ook niet alleen een afleiding is van wat we verder nog te doen hebben, maar dat het een heel vruchtbaar beginpunt kan zijn voor de wederopbouw van links. Dank u.